Mijn lieve vrienden, ik hoor de mensen roepen: Nikado, Opol, if Chanobun, dat zou een jagen. Hé, simpel, eenvoudig gedacht. En ja, ik hoef niet echt na te denken, want die meneer en die mevrouw die het zeggen, hebben gelijk. Alleen vergeet maar één ding. En daar gaat het om. Te Yuyagi-chan. Wie komt er dan? Wie zet je op die opengevallen plek wanneer Chan met zijn boterhamzakje en die van zijn vrouw naar huis is gestuurd? Wie komt dan? Is het niet Poer Broekoe weer Broekoe? Ga je niet die, zoals ik eerder zei, ga je niet die ene kleptocratie vervangen met de andere kleptocratie? Iedereen schreeuwt nu, vooral vanuit de Paarse Partij. Hij moet weg, hij moet weg, hij moet weg, hij moet weg, hij moet weg. En dan komen jullie weer zitten. Zo eenvoudig gaat dat toch niet? Mijn lieve beste vrienden, laten we eerlijk zijn tegenover elkaar. Wanneer Paars het in 10 jaren niet heeft gekund, waarom denk je dan dat na 5 jaren Satoki, nu 4 jaren, dat je het dan wel zou kunnen? Wat is veranderd? Wat is verbeterd aan het leiderschap? Hè? Waait er een compleet nieuwe wind door de Paarse vereniging, groep, door de secte? Waait er een nieuwe wind? Waarom denk je dat je nu die plek zou kunnen opeisen en weer komen zitten? Beste vrienden, niet alleen Chan heeft het gezegd, maar we weten het. Een kleptocratie is een vorm, een regeringsvorm, waarbij de regeerders het eerste aan zichzelf denken en op basis van Hotel Babylon zou je Chan onbehoorlijk bestuur kunnen verwijten omdat hij iets gedaan heeft wat door de strot van zijn coalitie kan, maar wat heel Suriname niet pikt. Maar pikken ze dat echt? Niet. Niet hoor. We durven niet op straat te staan. We zijn bang. We houden liever onze smoel en denken van, ik denk aan het brood voor dit en het brood voor dat en je denkt dat zo dat ding hier gaat veranderen. En nu staat daar Nationaal Democratische Partij. Die wil het komen doen. Beste vrienden, je komen, zij ook komen. Je bent de kaba. Je bent komen kaba. Je bent doen niks. Dat zij ook komen nu. Hier in Mie taigi. Mie kibri kibring. Met taigi. Je bent de 10 jaar. Je bent daar maakt. Zij doen. Het idee wil komen, want dat is de 5 jaar. Ja, dan nou. Het interesseert mij niet. En ik moet zeggen, het interesseert ons niet wie daar zit. Het interesseert ons wel als fundamentele zaken in Suriname goed gaan. En het land wordt voorbereid om te gaan als een ster. Dat interesseert ons. En welke van die leiders heeft dat tot nu toe gekund? Het is ook eerlijk om toe te geven dat je fouten hebt gemaakt, dat je het niet hebt gekund, omdat je jezelf te veel hebt gegund in het nadeel
van de Surinaamse samenleving. Dat is belangrijk om te weten. En Jadrika Santokki is nu eigenlijk rijk, omdat je merkt dat de job onderschat is, te groot is. Hij is bezig, hij doet. Beste vrienden, fundamenteel is er iets fout. En wat er fout is, is dat hij in principe met dezelfde kleptocratische gedachte bezig is. Wij horen zojuist dat de grote sneeuwman van Nikeri een relatie is van de president van Suriname. Beste vrienden, moet ik nog meer zeggen? Moet ik veronderstellen dat wat er nu gebeurd is in Nikeri, dat een spanning was tussen verschillende rivalerende groepen? Want een man slaat iets op in een loods en de andere weet hoe groot die nja is die je gaat maken. Dus, en hoe groot het voordeel is dat jij gaat krijgen en de stilzwijgende hulp. Dus je bent boos en dat ding gaat in de fik. Wij horen dat het allemaal te maken heeft met relaties en vriendjes. En het laatste woord daarover is niet gezegd. Moet uitgezocht worden voordat ik mij erover ga buigen. Beste vrienden, men twijfelt op dit ogenblik over een pilaar waar wij als natie op zouden moeten steunen, rusten, als rechtsstaat. Is het recht? Nou echt recht? Of werkt men met een selectieve agenda? Je weet het niet. Ook het OM belooft zaken openbaar te maken. En heeft Suriname wacht? Ondertussen doemt een ander schandaal op en daarnaast een ander scenario en de samenleving is moe en vergeet en laat het gezegd zijn. Wanneer een samenleving twijfelt aan rechtspraak, dan is die samenleving serieus een probleem. Serieus een probleem. Want aan die ene macht die eigenlijk de burger zou moeten bijstaan in haar zwakheid, die ene macht die ervoor zou kunnen zorgen, zou moeten zorgen dat het rechtschapen geschiet in het land, die ene macht, als er daar twijfels aan zijn, dan twijfelen we aan het hele land. Dus nog een keer, beste vrienden, we kunnen wel schreeuwen: Santokki moet weg! Santokki moet weg! En ik zeg u, de president met zijn regering geeft onszelf die mogelijkheden om hem weg te jagen. Ze zijn er. Maar iedereen is bang wanneer deze Tokki weggaat. Wat krijgen we dan? Want dezelfde ellende van vroeger, die jongens met een grote muil. Ze loeren om in te springen
zodra dat gat gevallen is. Maar als zij zo goed waren, dan waren wij nu niet in die rommel waarin wij nu verkeren. Als zij zo goed waren, dan hadden wij als volk ze niet weggestemd in 2020. Dus, logisch denken vertelt ons dat we iets anders moeten hebben. En dat andere wat we moeten hebben, dat zit tussen hemel en aarde. Wij zien ze niet. Dus, wat is het aanbod? Poerbroekoe, weerbroekoe. Van hetzelfde laken een pak. Dat was taki. Nu een vooruitgang naar de. Beste vrienden, ik ga het straks met u hebben over onderwijs, mijn stokpaardje. Veel van de dingen die ik gezegd heb, komen daarin terug. De problemen die u nu ziet, die zijn geen nieuwe problemen. Na Orusani. Maar we hadden een aspirientje aan ze gegeven. Dan was die hoofdpijn een beetje gezakt. Maar de oorzaak is niet gezakt. En wij gaan voor de oorzaak. De kern van de ellende moet je eruit wippen. En dan pas kunnen we praten over iets nieuws. Paramaribo groet u. Devi rustig daaruit.